Een nummer met Gavin DeGraw. Een ballad. Oh jee. Ja. Tam, tam, tam. Een ballad. Ja, dat is wel een heel apart verhaal. Ik heb het vanmiddag ook proberen te vertellen. Ik ben Gavin DeGraw 1,5 jaar geleden tegengekomen toen hij hier in Nederland was. Door een vriendin die we samen kennen. We hadden eigenlijk meteen een klik. Ik ben sowieso fan van zijn muziek. Was bij zijn concert geweest. En we hadden echt een klik samen. We zijn de studio ingegaan in Miami. En we waren met een andere track bezig. En ik had met John Eubank een instrumental gemaakt op de piano. En hij hoorde dat. En dat nummer noemde ik Postcard. En ineens, dat ene nummer waar we bezig waren, lieten we liggen. En we gingen s'avonds om 9 uur in dat hele kleine studiootje ergens achteraf in de slechte buurt in Miami. En er gebeurde iets. En dat vind ik wel heel bijzonder om te zeggen. Dat is een chemistry die ik zelden heb meegemaakt. Ik klikte met die man. En het was gewoon een magie. Het was eigenlijk een soort, ja, een liefde. Niet voor elkaar, maar voor de muziek die we samen aan het creëren waren. En er ontstond iets. Maar ik had wel een probleem. Ik kwam thuis. Ik belde mijn manager op. Ik zei, ik heb een ballad gemaakt. Trans DJ, ballad. In die wereld is dat not done. Je kan niet als trans DJ. Nou ja, het kan wel. Maar weet je, ik heb toen geprobeerd dat nummer te remixen. Daar heb ik ongeveer een jaar over gedaan. Ik heb wel verschillende hoeken. En uiteindelijk dacht ik gewoon van ja. Ik heb Gavin ook gebeld op een gegeven moment. Ik zeg, want het was allemaal moeilijkheden om het te clearen. En uiteindelijk is het gelukt. Maar ik heb gezegd van deze plaat, dit is toch gewoon een mooi stukje muziek. Dit moeten mensen toch gewoon horen. En ik leg inderdaad, net zoals je net al zei, mijn noten op het hakblok met deze track. Maar ik vind gewoon, dit nummer ontstond. En de boodschap die we met dat liedje hadden. En ja, het is gewoon een totaal instrumentale track. Met als kers op de taart een heel orkest wat erin zit. En ik hoop dat mensen het mooi gaan vinden. Maar het is een experiment. Heb jij hem nog proberen ervan af te praten om een ballad op het album te doen? Doe het niet. En misschien moet je het hebben. Nee, want op een gegeven moment hij heeft die track laten horen. En ja, er kwam nog het idee voorbij van ja, moeten we daar iets danserigs van maken? Ja, dat, zoals hij was hij gewoon mooi. Dus waarom zou je het dan veranderen? Laten we gewoon even luisteren naar Gavin DeGraw, samengemaakt met Armin. Even though I don't know if it's safe, I'll jump in it. I would do anything to find. And underneath the sky that's full of stars, I'm looking for. Ja. Dennis? Ik kan het toch niet verliezen, jongens? Ja. Nee, maar snap je dat ik het eng vind? Nou ja, dat vind ik, dat mag ook gezegd worden. Naast dat Armin gewoon een goede DJ is, met een bepaald trendstigma, weet je wel, is hij gewoon een hele goede muzikant. En ja, wie zijn mensen om dat te beperken? Vind ik. Nou, weet je wat ik wel. Ik snap wat je zegt. Hè, en tegelijkertijd, ja, omdat ik misschien niet zo diep in die wereld zit, ik voel het gewoon niet. Want ik denk gewoon, ja, het is een goede plaat of het geen goede plaat. Ja, kan mij nou schelen of je trends bent. Maar binnen de dance scene is wel een soort. Dat mensen denken heel erg in hokjes. Je hebt nu dan EDM en je hebt trance en je hebt techno. En die werelden gaan heel moeilijk met elkaar. En de boodschap van dit album is juist embrace. Ik wilde met dit album ook echt laten zien van, ik ga niet weg bij mijn trance roots. Ik hou van trance, ik hou van melodieën. Daar heb ik mijn inspiratie van. Maar ik moet verder als artiest. En ik wilde met dit album expliciet juist die zogenaamde barrières van je mag niet met die werken, je mag niet. Ik heb een plaat met Hardwell gemaakt. Ik vind Hardwell te gek. Hij draait niet alle muziek die ik ook zou draaien. Maar ik heb wel gewoon respect voor hem, voor wat hij doet. En we hebben samen in de studio gekeken. En we gebruiken juist die tegenstellingen als iets positiefs. Ik ben met Benno naar Robert gereden. We hebben samen. Dat Hardwell. Ja. En daar hebben we samen een track gemaakt. En dat was onwijs inspirerend. Want hij zei ook, ja, ik zou die break nooit zo maken. Nee, wij zouden misschien andere dingen weer niet zo doen. En juist die chemie van samenwerken, van die werelden die bij elkaar komen, dat maakt dit album.